Deze nieuwsuitzending is voor het slapen gaan. Wat een mooie, rustige uitzending. Zeg, prima om te luisteren, een uurtje, want het duurt een uur, een 7 minuten, maar ik denk dat je bij 59 minuten ben je al in slaap gevallen. Geen opwindende dingen, echt helemaal niet. Ik ben er ook op tegen hoor, al die opwinding. Het onderwerp voor deze dan, hè? Nummer 1 en nummer 2. Nummer 1 ging over geloven. Een goede beschouwing is dat. Verschillende geloven en geloven. En die tweede gaat over empathie. Leuke anekdotes zitten erin. Over Poekie, die poes, die raskaat. Die is toch... Ja, die, even kijken hoor. Die is 19 geworden. Zo. Best oud voor een poes. En deze uitzending die gaat over Adolf Hitler. Wie was dat? Waar kwam die gozer vandaan? En wat heeft hij gedaan? Nou, wat Adolf Hitler heeft gedaan, is dat hij Duitsland vernietigd heeft. Kaputmacht of gemacht of zo. In samenwerking met Jozef Stalin, die helemaal niet zo heette. En Adolf Hitler heet ook helemaal geen Adolf Hitler. Die heette Adolf Schicklgruber. En Jozef Stalin, die heette Huppeltje Pup. En die Winston Kerkheuvel, Churchill. Nou, misschien heette die zo. Weet het niet. Die werkte ook mee. Wel, Churchill, Kerkheuvel. Die heeft heel wat. Die had zo'n ondergediende. En die heette Bomber Harry. Tegen die Harry had hij gezegd: van, nou, hey Harry. Dit is Winston. Ja, ik zit hier even over de telefoon. Maar het is een beetje onpersoonlijk, maar. Zou jij dan alle... We zijn bezig met die militairen van de Duitsers. Die hebben we al bijna onder controle. Maar we hebben al die burgers nog. En kan jij dan even... Harry de bomber. Even die burgers bombarderen. Is dat mogelijk, denk je? Nou, dat was mogelijk. Hamburg hebben ze gedaan, Dresden hebben ze gedaan, of Dresden, zagen die Duitse. Dresden hebben ze gedaan. Wat dan meer, Rostock. Ja, Adolf Hitler heeft Duitsland mooi kapot gemaakt. En waarom eigenlijk? Om de Joden te vergassen? Een hekel punt. Je hebt die film, die staat op internet, van David Cole. Die is naar Auschwitz gegaan. En daar vond hij het teleurstellend. Van mijn voorvaderen, of ja, voorvaderen, niet echt, maar mijn clan, mijn stam, een Jood, zijn onder deze omstandigheden vermoord. Ik geloof er helemaal geen kut van. David Cole.
Ik ook niet hoor. Onder deze uitzending staan een aantal links. En een daarvan is van Anonymous. En het gaat over 1/3 of the Holocaust. Ja, daar word je niet vrolijk van. 1/3 van de feiten van de... Ik bedoel even een fles cola open. Dit is geen ISIS-aanslag of zo. Hij is wel gevallen vandaag, maar... Nee, het gaat nog goed. Ja, kom op, baby. Hoppakee, open. Ja, een mens moet toch wat drinken. Dat vond Adolf Hitler ook, hoor. Moet ik ook weer boeren natuurlijk van die cola, man. Het smaakt toch een beetje naar aspartaan. Ilk. Maar ja, dat denk ik dan maar. Ja, die cola dan, hè. Maar dan Adolf Hitler, die heeft die Joden aangepakt. Ja, zeker. Joden onteigend. In opdracht van de katholieke kerk. Want de katholieke kerk, dat is het Heilige Romeinse Rijk. En daarvoor heette het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk had dan een pesthekel aan Joden. Dus het Heilige Romeinse Rijk ook. Ja. Hoe gek kan je zijn in je achterteen? Nee, sinds het Romeinse Rijk heilig is geworden, zijn ze vrienden geworden met de Joden. Dat is helemaal niet waar. Denk aan die kruistochten. Nee, de katholieke kerk heeft een pesthekel aan Joden. Ja, natuurlijk. Want de Joden die hangen aan een monotheïstisch geloof. En dat is correct. Geen twee goden, geen drie goden, geen 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 goden. Nee, man. Een God staat als begrip gelijk aan het... God staat als woord gelijk aan het woord niets. Nobody. Of niemand. Dat is God. Die Joden hebben ook een... heel ethisch gebruik om degene die dan de godganse tijd de naam van God uitspreekt, om die het zwijgen op te leggen. Op een zo gruwelijk mogelijke manier. We zijn helemaal klaar met jou. Homo. In de slechte zin van het woord dan. Hè? Niet een homo sapiens of een homo erectus of een homo economicus. Nee, homo. Sodomiet. Sodomiet erop. Daar waren de Joden als je de naam van God... la 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 la. Ja, het is me wat. En Adolf Hitler is gefinancierd, opgezet, uitgekozen. Hij is geselecteerd. Hè? Hij heette Chico Grubo. Dat was een zoon van een belastingambtenaar. Hij kon heel aardig schilderen. Ja, kwaliteiten Montmartre. Zeg maar. Wat je in Parijs, kun je ook schilderijtjes kopen. Kladderen, noem ik dat maar. Niet Karel Willink. Dat vind ik wel een imposante schilder. Hij was wel lekker bezig. Pieke Koch, dat vind ik ook mooi hoor. Maar Adolf Hitler was een kladderaar. Een soort impressionist, maar dan niet vanuit overtuiging. Maar
Hij gaf alleen maar impressies. Van, oh, ik zie een boom staan. Oh, er staat een boom. Oh, er staat een geit onder. Oh, dat is dat. Oh, ja, ik zie het al. Ja, ik maak momenteel een fotootje. Met mijn nep Leica. Ik heb mijn oude Leica is versleten. Ja, heb ik dat mooi voor elkaar gekregen. Hey, die camera is op. Ik heb zo'n Lumix camera. Dat is een conglomeraat. Een samenwerking. Dus Lumix, die Japanners. En die Oost-Duitsers. Van Leica. Tegenwoordig weer Duitsland. Zitten ze ook alweer? Zo. Leibniz of zo? Ja, voormalig Oost-Duitsland. Mooie camera's hoor. Leica's. Ja. Super chic. Nou, dan neem ik er ook een klikje. Nou, dat was de kwaliteit van Adolf Hitler. Maar ja, heeft hij nou mooie scènes gepakt? Weet ik niet. Ik doe erg mijn best om mooi te fotograferen, maar... Oh, wat heb ik een hoop foto's weggegooid, man. En de laatste tijd leer ik het om mijn camera in mijn jaszak te houden. Mijn binnenzak van mijn jas. En ik wacht op het moment dat ik verliefd word op... Jeetje, wat mooi. En dat zijn leuke foto's. Zo'n foto staat ook bij deze zending. En Adolf Hitler was ook zo iemand. Maar dan... Maar niet dat hij echt mooie schilderijtjes... whatever. Wat meer een kladderaar. Je hebt die filmen... Adolf Hitler... The Story Never Told. Dat is even de koolzuur. Oh, CO2. Pas op. Niet verklappen aan Al Gore, Smilab. Maar ik zit cola te drinken en er zit CO2 in. Hè? En dan moet je van boeren. Ja. Maar die Adolf Hitler... Daar is die film over gemaakt. Adolf Hitler, The Story Never Told. Dat heb ik samen met mijn dochter gekeken. Onder het eten. En achteraf, ja, het is gebeurd. Er zitten waarheden in. Veel historische films... Maar Adolf Hitler was van de katholieke kerk. En de katholieke kerk neemt het niet zo nauw met de zeden. Dat is die mensen niet gelegen. Die denken anders na dan ik. En dan ja, Jan, jij ook hopelijk. En daarin wordt Adolf Hitler geportretteerd als de redder van Duitsland die het niet gelukt is. Het was de enige die opstond voor het Duitse volk, maar die kutjoden. Dat is de boodschap van Adolf Hitler, The Story Never Told. Het is de schuld van de Joden. Ja, het is moeilijk hoor, om iemand als Adolf Hitler dat fenomeen te begrijpen en hoe wij allemaal voor de gek gehouden zijn. Want Adolf Hitler was helemaal niet bedoeld om het Duitse volk te redden.
Hij was bedoeld om het Duitse, de Duitse grondgebied vol te plempen met bommen en lalala. En alles klaar te maken voor een Angela Merkel en een instroom van 5 miljoen Turken. En wij maar denken dat die Duitsers allemaal nazi's zijn. Van nationaal-socialisten. Wat je volgens mij moet zijn, hoor. Het enige goede wat er is. Ik wil best socialistisch zijn, maar niet internationaal. Geen enkele zin om de btw-verhoging te zien stromen naar het voeden van oude vrouwtjes in Sicilië. Dat gaat me echt te ver. Als die Sicilianen niet voor hun vrouwtjes kunnen zorgen op leeftijd. Hè? Ja, dat is het probleem van de Sicilianen en niet van mij. Hè? Ik ben geen internationaal communist. Ik zou ook het liefst de belasting willen betalen alleen aan de gemeente Arnhem. Om de hele meuk, hè? Met btw en alles. Allemaal naar Arnhem. Arnhem krijgt die poen binnen en wat gaan we daarmee doen? Ja. Het direct betalen aan Den Haag, dat vind ik nergens op slaan. Direct betalen aan de EU, wat een gevolg is van de paus, hè? Die katholieken. De eenheid van kerk en staat, je kent het wel. Dat spreekt mij niet aan. En Adolf Hitler is door, die is gefinancierd vanuit Rome. Via Zwitserland, natuurlijk. Geen geld, geen Zwitsers. Zwitserland is een heel strategisch land. Als militair ding is gezien. Hè? Zwitserland kan je niet binnenvallen. Namelijk. No way. En die Zwitsers die snappen wel, die zijn zo paranoia als wat. Maar goed, in Zwitserland zit de poen. Er zit in Basel zit de Bank of International Settlements. En die hebben hun startkapitaal gekregen uit de overwinning van Adolf Hitler. Toen hij Duitsland op de knieën had. Adolf Hitler, hè? Ja, toen konden we aan de vredestafel gaan zitten en praten over Wiedergutmachung. Nou, die Wiedergutmachung die is gegaan naar Zwitserland, naar Basel, naar de BIS. En dan het Europese parlement erbij, kortom één grote baan. En Adolf Hitler heeft daar zijn steen aan bijgedragen. Erg overtuigd. Eén volk, één leider. Namelijk Adolf Schicklgruber. Sieg Heil. Zegi. Ene heil. Zegen heil. Toch? Was een letterlijke vertaling eigenlijk. Dat is wel interessant. Hij is toch voor het slapen gaan, dus wat maakt jullie het uit? Translate. Sieg heil. Wat? Win haar? Wat is dit nou voor vertaling? Wat is een ziek? Ziek is overwinning. En een heil? Is een heil. Nou, volgens mij moet er dan staan overwinning, heil.
Ziek haar is dat niet, hè? Win haar. Nou ja. Zie je? De katholieken zitten erachter, hoor. Ja, win haar staat hier. Even eventjes feedback doen. Oh. Even kijken of dat kan. Van de gein. Dus ik heb hier, nou, nee, is dat, okay. Dat doe je dan hier dan. Je kan toch ook nog. Oké, nou Google Translate is nou eventjes down, denk ik, hoor. Maar ja, dat is even weg. Maar. Ziek is, ja, zegen, heil. Ziek, heil. En dat gedoe met die Joden, want als je het hebt over Adolf Hitler, dan heb je het over Joden. Je kan zeggen, ja, Mozes heeft de Joden op de kaart gezet. Je kan ook zeggen dat Adolf Hitler dat heeft gedaan. Maar dan in de 20e eeuw. Ik was een keer bij de Theosofen. Daar kom ik niet meer. Ik wilde binnenkort wel weer een keer naartoe. Om te kijken hoe het met ze gaat. Ik heb de boeken gekocht, tijdschriften gekocht. Best aardige lezingen gehouden. Het zijn vriendelijke mensen. En, ja, die venue heet dat op zijn Engels. Die gelegenheid. Best aardig. En een kantine erbij. Drie kwartier lang luisteren naar geouwe hoer. En dan een kwartiertje lang, ja, dan kun je. Ja, ik dronk dan één flesje bier. Maar een goed bier. Niet van. Beetje vreemd merk, maar het was goed bier. En dan nog even doorzitten voor de tweede helft. En dan bij de uitgang. Nou, daar gaf ik altijd wat, hoor. Ja. Ja, kom op. Die theosofen nemen de moeite om zo'n zaal te reserveren en een mooi verhaal te vertellen. En dan ik een beetje disrespectvol niks geven bij uitgang. En ja, natuurlijk niet. Zo ben ik niet opgevoed. Toen was de pauze bijna afgelopen en ik loop alweer de zaal in om razend benieuwd te gaan zitten naar het tweede deel van de lezing. En ik stond naast Barend, Voorham en Flip Whisky. Nou, die stonden met z'n tweeën te discussiëren vlak bij de overheadprojector en ik deed alsof ik niks aan het doen was. En ik wilde even weten waar ze het over hadden. Ja, ik heb alleen maar bier zitten drinken en kennelijk hebben hun vrije tijd gebruikt om een gesprek op te starten. En ik hoorde Flip of Barend, Flip Whisky of Barend Voorham, wat schijnnamen zijn, naar mijn mening, hoor. Je heet niet zomaar Barend Voorham of Flip Whisky. Ja, dat ben ik dan, hè. Maar dat maakt me niet uit, dat waren mensen. En toen zei Barend tegen Flip, of Flip tegen Barend, weet ik ook niet meer. Ja, in Auschwitz, daar zijn mensen heel gelukkig van weggekomen. Ja, dat is ook zo. Dat spreekt Adolf Hitler nog niet goed. Dat praat hem niet goed. Adolf Hitler kan moeilijk zeggen, ja, hij is al lang dood, maar hij kan moeilijk zeggen, ja, er zijn sommige mensen gelukkig weggekomen uit Auschwitz. Ja. Heel veel mensen zijn daar gestorven aan de tyfus. Dus wat is dan het nut geweest van Adolf Hitler? Die enkele die gelukkig terugkwam uit Auschwitz. En
en door welke organisatie is Auschwitz gefinancierd? Want Adolf Schicklgruber, Adolf Hitler, die had geen rode rots aan. Helemaal niks, man. Dus hoe kan hij dan een Auschwitz laten bouwen? Ik geef je 20 seconden. Maar de paus die heeft die had toen al lang, de paus heeft Amerika overgenomen in 1776. 1776. Met de Constitution. Toen was Amerika van de paus. En hij heeft tegen die Amerikanen gezegd, en het ging dan om Prescott Bush. Schok even een patiënt, want die arme Adolf, de vioolspeler, Adolf Hitler, die heeft geen centen om een mooie vakantieresort te maken voor Joden en andere onwelvallige. En Prescott Bush heeft meegetekend. Dat je het even weet. Dus ga me niet vertellen dat er een oorlog is geweest tussen Amerika en Duitsland qua Adolf Hitler. Nee, er was een oorlog tegen vanuit het katholicisme tegen het protestantisme van alle fronten. Want die Joden hebben ook helemaal niks met de katholieke kutkerk. Of sorry, de katholieke kerk. Daar hebben de Joden helemaal niks mee. Dat is een vergeouwe hoer. En die protestanten moeten eraan. En ze hebben ingeschat dat die Joden dan het makkelijkste af te voeren zijn naar Auschwitz, en die Duitsers die moet je laten doodvechten in Stalingrad. Die hopeloze exercitie. De stad van Stalin. Daarvoor heette het anders. Stalingrad betekent stad. Dat was de bedoeling dat die Duitsers zich doodvochten. En die stomme Russen, die werden er ook opgeofferd, hoor. Gaan we lekker knokken in Stalingrad, in de stad van Stalin. Er staat een verhaal opgeschreven dat een generaal, een Duitse generaal, die zag de toestand aan. De hopeloosheid van de strijd. Van ja, je kan nog meer jongens aanvoeren. Maar ze gaan allemaal dood. Dus waar zijn we mee bezig? En zijn officieren ook. Ja, man, die moet je wat aan doen, jongen. Dit is niet. Dit kunnen wij niet handelen. Ik kan van ons alles vragen, maar. De stad van Stalin gaan wij niet innemen. Dat is vechten van huis tot huis. En dan de hele stad. En trouwens, we zitten in Rusland. Het is hun land. Oh, zei die generaal, ik ga wel even terug. Ik moet toch binnenkort met Adolf Hitler gaan spreken. En ik zal zeggen dat we de operatie Stalingrad, daar stoppen we mee. Toen kwam die generaal terug in Stalingrad en die zei, nou, ik heb het al besproken met Adolf Hitler. En ik ben ervan overtuigd dat dit een goede actie is en we zetten door. Ja. Hij had ook zo'n vrouw, hè, Eva Braun. Gekke verhalen op internet. Hij had poepseks.
met Eva Braun. Zal wel weer niet waar zijn. Ik denk wel weer een of andere leuke grappiger die denkt van kom, ik ga iets grappigs zeggen over Adolf Hitler. Maar Adolf Hitler is helemaal niet grappig. Het is een loopjongen. Van de katholiek, het was een loopjongen van de katholieke kerk. En de katholieke kerk is nooit je vriendje geweest. En dan kan jij denken van ja, maar de katholieke kerk, daar komt er helemaal niemand meer. Nee, maar de katholieke kerk, die komt naar ons. Waarom denk je dat koning Willem-Alexander met zijn vrouw Maxima en die kinderen, die drie aatjes, waarom die ieder jaar naar Rome gaan? Een foto laten maken. En Jozef Stalin, die stond ook onder controle van de katholieke kerk. En Winston Churchill ook. En niet te vergeten Franklin Delano Roosevelt. FDR. Ja, FDR. Franklin Delano Roosevelt. FDR. Die man die in die rolstoel belandde. Bij die overleggen van Malta voor de vrede. Of zo. Samen met Stalin en Adolf Hitler. Dat is één pot nat, was het hoor. De katholieke kerk. Al die details die kan je vinden bij Jurk Liesman. Zijn site of via Jurk Liesman. Dat kost je wat uren. Het lezen van 50 tinten grijs voordat je klaargekomen bent. En dan een keertje of drie. Nou, daar ben je ook een hele dag mee bezig hoor. Je hebt niks anders gedaan dan een beetje lopen masturberen. Stomme trut. Dat laatste was een grapje. Dat snap je toch wel. Ik bedoel het niet, Maus. Maar besteed er een paar uur. Als je de details wil weten. Als je wil weten waarom. Waarom kan ik dit zo zeggen. Dat Adolf Hitler van de paus was. Nou, Bill Hughes. Die staat voor mij hieronder, toch? Ja, behind the doors. Daar staat het toch? Even checken hoor. Ja, behind the door, die staat hieronder. Achter de deur. Even een heel klein dingetje doen. Ik heb een typfout gemaakt, zie je. Wat heb ik hier? Zo is het wel goed. Yes. Save the mobile. Adolf Hitler was van de paus. En denk maar terug aan. Ja, pak je. Er is een boek, dat staat op internet. Het heet Het Boek der Martelaren. The Book of Martyrs. En het is van Fox, dacht ik. F-O-X-X. Even kijken hoe ik het kan vinden. The Book. Op zijn Engels dan, hè? The Book of Martyrs. Dus, ja, Book of Martyrs. Dat is geschreven, dan heb ik hier een PDF. Ja, noem maar. Oh ja, het is van Fox. Fox. Is het, ja. J. Fox. Het Boek der Martelaren. En dan weet je wat de katholieke kerk gedaan heeft. Het is geen geintje. De Auschwitz was een schijntje. Stel ik je fokkers.
En Adolf Hitler heeft heel Duitsland vervolgd. Hij was zelf een Oostenrijker. Dus wat kon het hem schelen? Als hij maar poepseks had met Eva Braun. Toch? Hij zat lekker ergens in de heuvels, in de bergen, moet je dan zeggen. Birgen. Ja, lekker een beetje, oh, ik ben Adolf de vioolspeler. Mijn marketingplan is erg goed. We maken Duitsland helemaal kapot. En dat gaat reuze goed lukken. Ik stuur. Ik vuren alle troepen naar Stalingrad. Of andere hopeloze exercities. Als die jongens maar doodgaan. Dat gedoe met die D-Day, hè? Die inval, heel treffend op 6 juni om 6 uur 's morgens. Ja, we zijn er helemaal klaar voor, ja, om gedood te worden. Dus die Britten, of die geallieerden, die hebben het ontgolden, hoor. Veel gestorven. En dat waren allemaal non-katholieken. Er zat geen katholiek tussen. Het hele Adolf Hitler verhaal, dat was de zoveelste strijd van de katholieke kerk, van de katholieke kerk, tegen de menselijkheid. We zouden er eens achterkomen. Dat boek der martelaren. Fox's Book of Martyrs. Een saaie opsomming van wat de katholieke kerk heeft uitgevraagd. Dat is niet leuk, hoor. Geen gezellige... Nee, niet voor het slapen gaan lezen. Het is echt een... staat hier, als je dus die pdf opzoekt, heb ik hier dan een website, kotisatama.net/blablabla. Heb je hier ihtys.narod.ru. Dat is Rusland. /Fox's Book of Martyrs. Heb je hier... globalgraybooks.com. En dan heb je ook churchleaders.com. En dan heb je hier een hele mooie gutenberg.org. Die heeft hem ook. Is gewoon een e-book kan je downloaden, helemaal gratis. Dan heb je hier ccal.org. Nou, dat heb ik ook nog doen. Heb je hier xclassics.com? Zo, ik net hem. Heb je hier jesus.org.uk? En heb je nog adventist.org.uk? Zat die ook op? En heb je hier lighthousetrails.com? La 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 la. Ja, ik kan naar de volgende pagina gaan. Dat is dat helemaal vol. Het boek der martelaren. Ja. En denk je dat die Duitsers martelaren zijn? Nou, ik denk van wel. Die Duitsers, daarvan is opgetekend dat ze na afloop... Dan kregen ze te horen over Buchenwald. En die mensen die zeiden... Wie hebben dat niet gewoest? Ja. Buchenwald is... kijk maar even naar One Third of the Holocaust. Je moet ermee oppassen ook. Kijk er maar even naar.
kost wel even hoor. One Third of the Holocaust, daar ben je een paar uur mee bezig. Die gaat ook voorbij aan Buchenwald. Het is niet Bücherwald, maar Buchenwald. Daar klopt helemaal niks van. En dat is het werk van Adolf Hitler. Om Duitsland niet alleen kapot te laten bombarderen. En niet alleen al hun zonen, vechtbare mannen, zich te laten doodvechten aan hopeloze operaties. Nee. Ook nog om het hele Duitse volk in diskrediet te brengen. Omdat ze Joden hebben vergast. En iedereen is boos op die Duitsers. Ja, ja. Allemaal dankzij Adolf Hitler. Hè? Ja, niet echt mijn ding. Ik heb helemaal geen hekel aan Duitsers. Een beetje, ja, het is een beetje gek dat ze meer zeggen tegen een zee. En dat ze zee zeggen tegen een meer. Ja, dat zal voor altijd blijven wringen, denk ik. Maar voor de rest met Duitsers? Ja. Een mosterd, dat noemen ze senf. Nou, en? Als je het even weet. Bier heet er gewoon bier. Wijn heet wijn. In plaats van 1, 2, 3, 4 is het 1, 2, 3, 4, 4. En dan heb je 5 en dan 6, 7, 8, 9, 10. En dan weet ik het ook niet meer. 11 of zo. Met Duitsers heb ik helemaal geen moeite. Ik heb nog nooit ruzie gehad met een Duitser. Ik kan me niet heugen. Nee, maar Duitsland is niks mis. Behalve dat ze protestant waren. Ze protesteerden tegen de katholieke kerk. Dat kan je die mensen niet kwalijk nemen. Dat deden wij hier in Nederland ook. Het protestantisme wat in Duitsland begonnen is, een doorbraak vond. Want overal was er aan het kriebelen. Met Maarten Luther, met die Gutenberg toestand. In, wat is dat? Is dat goed? Ja, de boekdrukkunsten. Maarten Luther. Dat verspreidde zich als een vuur. En in Nederland ook, hoor. Het protestantisme begon in 1511 of zo. En dan 140 jaar later hadden wij hier in Nederland de Statenvertaling van de Bijbel. Ja. Dus de cola. Hè? De Statenvertaling hadden wij hier. Ik heb er laatst nog een gekocht voor Jurk. Jurk Liesman. Die wilde hem cadeau geven. Wij Nederlanders zijn niet zo dom. Wie ziet de Sumpfdeutscher? De Moerasduitsers. Wij spreken Laagdiets. Die Duitsers die spreken Hoogdiets. Die praten gewoon platen.
Adolf Hitler is een apart figuur. En zijn overlijden, dat is mysterieus. Het is bekend dat Adolf Hitler, die heeft de SS bijvoorbeeld opgezet, net als de Jezuïetenorde van Ignatius de Loyola, zijn militaire orde. Met een generaal, een officier en een onderofficier. Nou, iedereen die maar een deuk voorstelde, die werd toen de geallieerden Duitsland binnenkwamen vallen, die werd afgevoerd. Dat heette de rattenroute. De Red Lines. Look it up. Operatie Paperclip. Dus iedereen die maar een deuk te vertellen had, of het wist of whatever, die ging naar, hij had drie bestemmingen. Rusland, waar Jozef Stalin, of naar Noord-Amerika, of naar Zuid-Amerika. Ja. Patagonië of zo. En Adolf Hitler, die zou dan in die kelder achtergelaten zijn. Samen met meneer Boorman. Ja, dat geloof ik niet echt. Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Waarom? Dat is demotiverend voor je onderlaag. Hoe je hebt Duitsland kapot gemaakt. En dan mag je wegvluchten uit het beschadigde gebied. Want heel Duitsland was aan de kloten. Ja, dan kom je in Rusland terecht, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Maar dan de leider, die zit in... Siankali. Zoiets. In een kelder. Ja. Die film van met Bruno Gans. Der Untergang. Goed geacteerd. Bruno Gans is een ongelooflijk goede acteur. Vind ik dan. Hè? Die scène in de Untergang, die wordt dan ook met andere teksten eronder. Bill Gates die dan tekeer gaat tegen Apple computer of zo. Zitten wel hele humoristische bij. Maar is Adolf Hitler overleden in die kelder daar in Berlijn? Sorry. Ja, ik denk het niet. Zou ik gek vinden. Er zijn krantenartikelen uit Patagonië of whatever, Argentinië. Adolf Hitler gezien was op straat. In een restaurant. Van uw razende reporter. Lijkt mij logisch hoor. Neem zo'n Mark Rutte, hè, die nou hier in Nederland de Adolf Hitler loopt uit te hangen. Want Mark Rutte maakt Nederland kapot. Dat is duidelijk. Zijn beleid maakt Nederland kapot. En hij weet wel degelijk waar hij het over heeft. Wij moeten gaan betalen voor het verbranden van koolstof. En we krijgen een hele hoop vluchtelingen erbij. En vreemd genoeg zijn het alleen maar mannen van 18 tot 30 jaar of zo.
Van die viriele, stijve pikken. Even kijken wat er gaat gebeuren. Mark Rutte weet dat. Mark Rutte weet net zo goed als ik. Die weet net zo goed als jij. Dat als er dan een vlucht, een regionaal probleem is. Dat ze kunnen er niet uitkomen. Hè? Hadden wij ook hier in Nederland, in Zeeland. Dat was zo'n dijkdoorbraak. In 1951, 53, zeg maar. Begin jaren 50. Ja. Maar die zeven, die zaten toen behoorlijk in de problemen. Ja. En zijn al die zeven toen naar Hongarije gegaan om daar opgevangen te worden? Nou joh. Dan is er een probleem in Syrië of Libië of Antigonië, zeg maar, waar je nou weer een probleem hebt. Ja, dan kunnen we tenten sturen of zo. Ja. En met jongens en meisjes erbij, om die tent even op te bouwen. Van kijk, hier is je tent. Stukken goedkoper, dat weet Mark Rutte ook hoor. Nee, Mark Rutte die kiest voor de dure oplossing. Al die mensen hier naartoe, want in hun eigen land, daar kunnen ze niet voor zorgen, dus moeten ze maar naar Nederland komen. En wij betalen ons blauw. Mark Rutte maakt Nederland kapot. Het is onze Adolf Hitler. Een volksmenner. Alleen Mark Rutte, ja, die gaat zo dadelijk weg, hoor. Die wordt erg impopulair. Maar dan heb je altijd Geert Wilders nog. En dat is net zo'n eikel. Wat doet Geert Wilders hier? Ja. Dus die heeft helemaal geen alliantie met Nederland. Die heeft een alliantie met de paus. Even Nederland kapot maken. De economie terugbrengen, de Nederlander op de knieën brengen en iedereen er geen zin meer heeft om kinderen bij elkaar te neuken. Maar dat hoeft ook niet meer, want we pompen heel Nederland vol met Afrikano's en Midden-Oosterlui. Smeerlappen zijn het. Tuig vind ik het hoor. Iedereen die werkt voor Den Haag en die doet alsof zijn neus bloedt. Ja, die zou eens even moeten weten van Adolf Hitler. En van het boek der Machtelaren. Er is zo'n vrouw geweest. Die samen met haar broer. Die hadden een idee. En dat noemden ze de Witte Roos. Ze heette Sophie van haar voornaam. Oh, misschien kan ik het even vinden. The White Rose. Het is een Duitse vrouw. Right. Rose. The White Rose Book. White Rose Society. Oké, cool. The White Rose. En dan Sophie. Ja, Scholl. Rose, The White Rose. Sophie Scholl heet ze. Sophie Scholl. Dus S-C-H en dan O-dubbel-L. Scholl. Naar Sophie, net als op zijn Nederlands. Hier staat het dan, hè? Sophia Magdalena Scholl. Geboren in 1921. Overleden of vermoord in 1943. Was een Duitse student en anti-nazi politiek activist. Actief binnen de Witte Roos. Non-violent, is dat de bedoeling? Geweldloze.
Resistance, nou, opstandsgroep. Ja. In Nazi Duitsland. Ze heeft het hoofd van haar lichaam laten scheiden met een guillotine. Ja, dat moet je ook maar doen, hè? In Nazi-Duitsland even te gaan lopen vertellen dat het niet zo verstandig is als jonge man om een enkele reis naar Stalingrad te boeken. Want je komt niet terug. Knallen tot je doodgaat. Nou, ja, dat kostte haar de kop. Dat was een Duitser. Een Duitse. Vermoord in opdracht van Adolf Hitler. Oh, ze is Luthers. Maarten Luther, hè? Kijk wat hier nou leuk staat. Nou, hij heeft een geweldige carrière gehad. Ze had een talent voor tekenen en schilderen. Oh ja, ze had interesse in filosofie en theologie. Nou, waarom niet? Ja, ze onthoofd hè, met de guillotine. Dat gebeurde in Duitsland. Ja, zo serieus nam Adolf Hitler het om Duitsland kapot te maken. Dus ook Sophie Scholl. Hup, kop eraf. Ja, ja. Leuk hè, Adolf Hitler. En wij maar denken van... We willen onze fietsen terug. Want onze fietsen zijn geconfiskeerd. Ja, niet allemaal, maar... Er zijn fietsen geconfiskeerd door Duitsers. Maar dat was de paus, snap je? En die arme Duitsers konden er helemaal geen donder aan doen. Want die arme Duitsers die zijn net zo gek als jullie nu. Nou, je snapt er helemaal niks van. Je snapt dat gevaar niet. Je mag niet zomaar ingaan tegen de katholieke kerk. Daar krijg je gesodemieter mee. Dan kost je de kop. Dat is Adolf Hitler. Dat is de paus. Ja, mooie vrouw. Tragisch. En die arme Duitsers. Is er ook nog een Duitse vrouw die heet nou? De naam weet ik wel, maar die schiet me niet zo snel te binnen. Maar die is nou in de 90. Die zit in de gevangenis. Haar vraag was, ja, als wij de Duitsers 6 miljoen Joden hebben vergast, waar heeft dat plaatsgevonden? Als je de locatie van het misdrijf niet weet, hoe kan je dan een misdadiger aanwijzen? Daar heb ik een klein probleem mee. Piet heeft Gerda vermoord. Ja, maar waar dan? Als je niet weet waar Piet Gerda heeft vermoord, hoe weet je dan dat Piet Gerda heeft vermoord? Zij wilde de locaties weten. Op mijn website, helemaal onderaan in de links, hè, daar staat perry7.nl. Niet zo'n hele mooie website of zo. Maar daar kan je het wel vinden, daar moet je een beetje in de rondte klikken. Dan vind je er wel. Er zit geen zoekfunctie in. Maar daar staat die oude Duitse vrouw, hoe heet ze nou?
Best een mooie vrouw, hoor. Aristocratisch uiterlijk. Ja, en waar stonden die gaskamers dan? Want ja. David Cole weet het ook niet, hoor. Die is naar Auschwitz gegaan. Maar die kon het niet vinden. Ja, ja. Hij heeft nog gevraagd, van, waar stonden dan de gaskamers? Er staat een gebouw in Auschwitz. En dat, ja, dat lijkt op een gaskamer, maar niet huis. En dat is gebouwd in 1946 in opdracht van Jozef Stalin. Maar die Joden zijn helemaal niet vergast. Het heeft niet plaatsgevonden. Ja, in sommige gevallen of zo. Qua medische experimenten. Want ja, Auschwitz was geen vakantiekamp. Enkele kwamen daar gelukkig vandaan. Zoals Flip Whisky zei tegen Barend Voorham. Maar niet iedereen. Auschwitz is een kutomgeving. Koud. Helemaal niks, man. Ja. Het is een mooi gebeuren met de katholieke kerk. En een fraaie politieke, economische, militaire project aan. Beetje jodenpesten. Zielig hoor, voor die joden. Hey, iedereen is wel een beetje joods. Ik ook. Ik ben 1/16e joods. Mijn opa was een 8e of een 4e. En mijn vader dan een 8e en ik een 16e. Zo weet. Mijn opa die werkte voor Fokker. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je hebt nooit ergens last van gehad. Ja, de hongerwinter, dat werd vervelend. Ja, dan heb je wel een probleem, hè, als je geen voedsel hebt. Maar mijn opa die ging toen met een handkar naar Noord-Holland. Hij woonde in... Wat is dat dan? Amstelveen? Ja, hij woonde in Amstelveen, in Bovenkerk. Ja. Was toen ook helemaal niks, hoor. En met de handkar naar Zaandam gelopen of zo. Dat is echt verschrikkelijk ver. Helemaal kolen gehaald. Groene kolen, ja. Witte kolen. En toen hij thuis kwam, dan is hij in de voortuin en naast de handkar tegen de grond gegaan. Maar ja, die handkar met kolen, die stond voor de deur. Mijn vader was toen 3 of 4 of zo. En Irene, zijn eerste zus van mijn vader, die zou in 1945 geboren worden. Daarom heet ze ook Irene. Dat betekent vrede. Nee, Adolf Hitler heeft lekker bezig gehouden. In heel Europa. Opmerkelijk figuur. In China had je Mao Zedong. Was er ook een van de katholieke kerk. By the way. Maar Adolf Hitler komt echt ontzettend veel voor in films. Breaking Bad bijvoorbeeld.
Die serie op Netflix. Met Rob Oudekerk. Odenkirk. Een goede acteur vind ik dat. Hè? Ik vind die hele crew, al die acteurs in Breaking Bad, geweldig. Zo leuk gespeeld, man. Goed geregisseerd, goede locaties. Ja, een beetje tempo er ook erin. Mooie korte impressies en dan weer een nieuwe impressie. Ik vond het wel een leuke serie. Op het einde heb ik tegen mijn dochter gezegd, want ik keek met haar naar Breaking Bad. Toen waren we bijna op het einde en toen zei ik tegen mijn dochter van, ik kan je nog de laatste twee uitzendingen laten zien. Maar ik heb ze al gekeken en heel leuk loopt het niet af. Het komt hierop neer en dan puntje, puntje, puntje. En zei ze, oké, laat maar zitten. Wat gaan we nu kijken, pop? Maar waar het op neerkomt, dat het in Breaking Bad is dat die Gus Fringe, dat lijkt dan zo'n Zuid-Americano, maar die heeft connecties in Duitsland. Ja, het waren die Duitsers weer, hè? Ja, snap je niet, als je naar Breaking Bad kijkt, dat je dan zit te kijken naar een film om Duitsers opnieuw te besmoetsen. Ja, dat moest er toch even uit, hoor. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Dat is zonder meer. Heel fijn dat jullie die tijd nemen. Je ligt toch al te slapen, of niet? Ja, ik ben heel tevreden over je. Oh, wat fijn dat je hebt geluisterd naar het verhaal van Adolf Hitler. Volgens mij en Jurk Liesman en Bill Joes en Michael en Victor. Dat zijn Duitsers. Veel mensen weten het. Ja? En op zijn hamburgers zeer treffend. Zeg ik tjus. En dag lieverds.